Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom op deze prachtige, zonnige, feestelijke ochtend. Ik wilde graag mijn leerlingen op een levendige manier wat leren over muziekgeschiedenis. En ik denk dat het wel goed gaat lukken. De barok is het thema van dit concert. De barok duurde van 1600 tot 1750. 1750 is Bach overleden en dat is dan het einde van de barok. En het is de periode die volgde op de renaissance. In de renaissance was de muziek voornamelijk kerkelijk. En in de barok werd heel veel muziek gecomponeerd voor feesten. We gaan nu beginnen met Vivaldi. Een duet van Isabella en Mamlena. Lente Vivaldi is geschreven door Antonio Vivaldi. Hij is geboren in Venetië. Hij is geboren in 1678 en is doodgegaan in 1741. Het liedje komt uit vier jaren tijden. Het betekent de lente. Het is een van zijn bekendste liedjes.